Het is een goed practice geworden omdat wij ook echt veel intensiteit hebben gezet in de voorbereiding. En niet zomaar zijn begonnen, dan tegen alle dingen opgelopen, maar we hebben echt nagedacht wat allemaal moest gebeuren. En we hebben ook het geluk dat we hele goede docenten hebben die toch al heel ver waren in die richting om te denken en dat ook echt goed neer te zetten en daar ook net die extra meter zijn gelopen. Ik denk dat heel veel heeft bijgedragen. Aan de ene kant dat we een leeromgeving op orde hebben kunnen brengen. Dat we intensief met docenten hebben kunnen samenwerken daarin. Dus dat er een hele hoop groepen mensen hebben betrokken zijn geweest bij dit initiatief. Zowel van communicatie als van beleid, als van de uitvoering, als van docenten, als van de IT-ondersteuning. En die hebben we gezamenlijk gezegd, we gaan met elkaar dit maken. Volgens mij is dat een van de belangrijkste elementen om dit goed te doen. Onze online master is een goed practice geworden, omdat wij met heel veel online tools in staat waren om de studenten zover te krijgen dat ze de stof gaan verwerken, dat ze er met elkaar over gaan discussiëren en dat ze net zo'n diepe leerervaring bereiken als in onze on-campus master. En daarvoor konden we die online tools kunnen we daar heel goed voor gebruiken. Het moment waarop studenten echt met elkaar aan de slag gaan, echt elkaar helpen en goede vragen stellen, interacties geven, dat is echt heel, heel mooi momenten voor mij als opleidingsdirecteur, maar ook voor docenten die erbij betrokken zijn. Om te zien, ze zijn echt aan het leren. Ze zijn niet, zoals we dat soms kennen uit een collegezaal, achteroverhangend in een bankje, op hun telefoon, waarschijnlijk te zitten Facebook of WhatsAppen. Nee, ze zijn actief aan het leren en we kunnen het nog zien ook. En dat geeft heel veel energie. Oké, ben je klaar voor? Ja. Ja, oké. Gaat hij in. 5, 4, 3, 2... Hier worden zeg maar iedere vorm van kennisclips gemaakt, videomateriaal voor educatieve doeleinden. De onderwijsvormen waar wij het uiteindelijk in terug gaan zien, we hebben bijvoorbeeld de online masters, waar ze in een Blackboard-omgeving aangeboden worden. Nou, bij de MOOCs denk je dus aan het edX-platform, waar dat dan via YouTube uiteindelijk aangeboden wordt. En we hebben een eigen WordTV-platform waar studenten gewoon op aanvraag video's af kunnen spelen. Ik ben heel enthousiast dat de studenten enthousiast zijn. Dat ze hun leerervaringen koppelen aan hun beroepservaring, dat ze vragen stellen, dat ze actief een leerproces oppakken, dat ze mijn aanwijzingen ook volgen en daar heel makkelijk op verder bouwen. Dus ik ben eigenlijk verrast door mijn studenten. En de stap nu is natuurlijk naar de toekomst, 25 dit jaar, hopelijk 35 volgend jaar en zo langzaam doorgroeien. We hoeven geen duizenden studenten, dat is voor MOOCs, maar echt een masteropleiding met echte inhoud aanbieden voor een groep verspreid over de hele wereld. Dat is wat wij als toekomst zien.